Hallo en welkom bij Pauls Melotto Instaf. Vandaag weer een reparatie. Ze blijven binnenkomen van een NS Sprinter. Hij is vies. Hier aan de voorkant ontbreekt nog wat. Wielen zijn smerig. Zijkant is groezelig. Hier zie ik dat één draadje los zit. Sowieso is dit een niet zo'n fijne verbinding. En hij zou het niet moeten doen. Dus ik ga daar eens mee aan de gang. Alles demonteren, schoonmaken, nalopen. Deze hier ook repareren, de koppeling. En eens kijken waar ik op uit ga komen. Dit is het motorloze treinstel. En aan de achterkant zit een printplaatje. En in de motorbehuizing zit een printplaatje. Dus waar de motor zou moeten zitten. Ik weet nog niet hoe dit precies werkt. Er gaan een paar kabels van de hierachter, wat echt een decoder lijkt gezien de losse draden en de kleuren daarvan, naar de voorste die vervolgens de verlichting bestuurt. En bij het motorstel zit er ook achterin hier een decoder geplakt. En gaan er veel meer kabels naar voren toe. Daar lijkt de verlichting vanuit de decoder hierachter aangestuurd te worden. Ik heb gemerkt dat ze kortsluiting maken. En de vraag is nu een beetje waarom en waar. En als ik dat opgelost krijg, dan zou ik in ieder geval met de huidige decoder verder kunnen, zo niet. Dan zal ik in ieder geval de decoder kunnen vervangen. Er zitten dus twee decoders in. Eén decoder zit hier. Die stuurt de binnenverlichting aan. En zoals je ziet, die brandt. En de tweede decoder heb ik hiervoor even hangen. Die zat in het lege motorstel. De lege motorhuls. Die zou de frontverlichting moeten doen. Maar doet niet zo heel veel. Even kijken, hij zou vanaf deze naar hier en daar staat bijna niets. Hier staat wel wat stroom op. Kijk. Dus mogelijk is zijn de lampen doorgebrand. Dat kan. Of er is iets mis met de verbinding tussen de schroef hier en de voorkant. Maar het is wel een uitzonderlijke opbouw, moet ik zeggen. Twee decoders, allebei met een aparte aanstuur. Eén voor de verlichting, eentje voor de voorkant. Dit is de andere stel. En dat heeft één decoder dat alles doet. Dus ik vermoed dat iemand hier wat restjes in heeft verwerkt. Ik ga eens even kijken of ik de verlichting aan de gang ga krijgen, nu dat ik weet dat er in ieder geval stroom op staat. Beide lampjes zijn goed. Deze decoder levert zo ontzettend weinig vermogen dat ik denk dat het niet genoeg is om de lampjes te laten branden. Dus ik vermoed dat deze dus ook niet helemaal mee goed is. De decoder hierachter heeft nog twee draden. Voor een achterverlichting. Ik ben benieuwd wat daarmee aan de hand is. Die zijn erg kort afgeknipt. Dus wat ik denk dat ik ga doen is kijken of die draden werken. En ze hiervoor opzetten. En als dat niet wil, als die het niet doen, dan moet ik toch een decoder vervangen als ik deze niet verder aan de praat krijg. En als ik een decoder moet gaan vervangen, dan kan het dus net zo goed een compleet andere decoder gaan worden. En dan één decoder, en dan net als bij deze, de draden over de hele lengte laten lopen. En de lampen vervangen voor LED en voor gloeilamp is iets wat op het lijstje staat. Dat heb ik een keer eerder gedaan en ik denk dat ik dat nu niet mee ga nemen. Ik ga als eerste me richten op wat er aan de hand is met deze decoders.
Ik heb de decoder losgehaald. Ik heb hem direct aangesloten op mijn programmeerspoor. Ik heb hem opnieuw geprogrammeerd. En ik heb hem nu hier op lampje zitten. Maar wat ik ook doe, het lampje blijft altijd heel zwak branden. Gaat niet feller branden afhankelijk van de richting, hapoes. Dus deze decoder is overleden. Nou, ik heb de chip, laat ik het zo even noemen, losgehaald uit het treinstel en even wat draden aangesloten om te kijken wat ik ermee kon doen. En ik zeg chip, want dit is een programmable integrated circuit, een PIC van Motorola, die geprogrammeerd kan worden als DCC met een adres erin en dergelijke. Ik weet dus niet welk type dat dit per se is. Ik kan ook niets vinden over hoe ik hem aan moet sluiten wat betreft motoren of hoe ik hem moet programmeren. Dus dit is een bijzondere. Misschien dat dit bij een van de kijkers, luisteraars wat herinnering oproept. Wat voor een decoder dit zou kunnen zijn. Want ik ben toch benieuwd, ben geïntrigeerd hierdoor. Dus ik denk dat ik deze apart ga leggen voor later om eens een keer helemaal uit te gaan zoeken wat dit is en wat je daarmee kan. Zo. Eén lampje is afgebroken net. Die krijg ik waarschijnlijk ook niet meer hersteld omdat ik er geen pinnetjes in zitten waar ik iets aan vast kan maken. Maar de decoder die hierachter zit is vervangen. Dit is één van de twee oude decoders. Dit is de andere. Hier ga ik nog naar uitzoeken wat het precies is. Frontverlichting en sluitverlichting. Hij zit hier nu dus nog op deze plug. Die kan er nu ook af. Zo. Nou wil ik dadelijk alleen nog even kijken naar de verbinding tussen deze en die andere. En hier ga ik hetzelfde mee doen. Helemaal nalopen. Indien nodig de decoder vervangen. Hopelijk krijg ik deze wel aan de praat. En dan moet ik nog steeds de boel poetsen. Want ik heb hier die ranzige dingen nog liggen. Zo. Is wat achtergrond in huis van je wasmachines en drogers. En deze. Er zat een kortsluiting in, ergens. En ik heb net zo lang draden loslopen halen totdat ik het gevonden had. Het zat hier, zaten een aantal draadbruggen waardoor er wel kortsluiting moest ontstaan. En hier zaten de wielen ook nog eens verkeerd om, waardoor het ook hier beneden nog kortsluiting ontstond. En dan, als op twee plekken zit, ben je nog wel een tijdje bezig. Toen dat opgelost was, bleek de decoder nog steeds niets te doen. Ik heb hem helemaal losgehaald. Ik heb hem eventjes direct aan mijn programmeerspoor gehangen via deze twee draden. En daarna kwam de Magic Smoke eruit. Dus die is waarschijnlijk overleden. Nieuwe decoder erin gezet. Bekabeling aan gaan sluiten. En toen bleek dat de motor gewoon niets fatsoenlijks wilde doen. Laat ik het zo zeggen. Dus die staat nu hier nog. Helemaal schoongemaakt. Van binnen. Van buiten. Zo goed als kon. De boel gesmeerd. En ik vind dat hij het nu alweer goed doet. Zeker gezien de transformator waar die aan hangt. Dat is niet een super transformator. Een oude HEMA. En ik denk dat dat wel goed gaat komen als ik hem dadelijk aansluit op de decoder. Wat wel vervelend is, is dat ze de kleurschema's goed hebben aangehouden. Oranje, zwart, nee, oranje, wit, wit moet zwart zijn. Grijs en rood. Alleen dat rood en wit niet track pickup zijn, maar dat is dan motoraansturing. En grijs en oranje zijn track pickup. Dus dat is weer jammer voor met het aansluiten ga je dat toch rare overgangen zien. Ik ga deze draden niet vervangen.
Ik ga ze er gewoon op zetten. Deze liepen allemaal via deze aansluitpunten die je hier overal ziet. Zodat daar de draden samenkwamen. Ik ga ze gewoon rechtstreeks doen met een krimpkous ertussen. Zodat ik ze hierop kan duwen. Geen kortsluitingen heb en geen onoverzichtelijke bergaansluitingen. Aan deze kant moet ik nog aansluiten. Geel en wit voor de verlichting. De rest is allemaal gedaan en de binnenverlichting hierbij doet het ook al. Dus ik ga verder. Ik ga hem assembleren. En de hele boel aansluiten. En hopelijk kan ik dan op zijn minst hierop en hopelijk op de baan een testrondje doen. Ik had nog een lampje. Dus die heeft alle drie zijn verlichtingen weer. De motor is nog wat stroef. Heeft wat moeite met op gang komen, maar doet het ook. Ontsluitverlichting doet het. En bij deze was ook nog hier de koppeling afgebroken. Dus daar zit nu met een ijzerdraad en wat secondenlijm weer een goede koppeling op. Rest mij nog het schoonmaken. Wat heel hard nodig is, zie ik wel. En het weer in elkaar zetten. En ik heb al gezien dat hij rijdt. Dus ik ga hem afsluiten met een rondje rijden. Ik denk dat ze die andere er ook bij pakken. Kunnen ze met z'n tweeën/vieren eventjes hun ding doen. En rest mij nog te zeggen bedankt voor het kijken. Like, subscribe, delen en tot een volgende keer. Dit is de twee motoren. Ja. Die speelt vals. Heeft in beide treinstellen een motor zitten. Gaat lekker soepel. Dat is dus de oude. Dit is degene die net aangepakt is. Deze heeft maar één motor en heeft er duidelijk veel meer moeite mee. Mooi geparkeerd, jongen. Dus de net gerepareerde en degene die ik al wat langer had. Ze zien er allebei goed uit, alleen ik merk dus dat degene met één motor moeite heeft met de Helix. Ik zou ze gekoppeld kunnen aanrijden, dan heb ik dat probleem in ieder geval niet meer.